I feel. One kiss is all it takes. Ja, dames en heren. Ook Humberto Tan is aan het inchecken. Kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. We zijn in Singapore. Ja. Helemaal uitgerust. Uitgerust en wel met deze mooie ooglapjes. Het ootje naar... Naar Michael. Hi. Maar we hebben één nachtje hier, voordat we naar Langkawi vliegen. Nu dus naar ons hotel toe. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Na één nachtje te hebben geslapen in Singapore, gaan we nu weer weg. Op naar Langkawi. Ja, daar zitten we dan. In Singapore op het vliegveld. En als vlogger moet je natuurlijk editen. We hebben begonnen. Dragonfruit. Oh, lekker. Edit. Ananas. En eatings. Have a nice day. Op Langkawi. Dit is ons hostel. Onze grootste fan. Cheers. Bas, Bas, Sabot, World Tour 1-ster in Langkawi. We zijn vandaag hier op het centercourt waar wij gaan spelen voor. We hebben twee wedstrijden, kwalificatie. Die moeten we allebei winnen. En dan zijn we door naar de main draw. Main draw! Let's kick some ass! De kwalificatiedag zit erop en we hebben de main draw gehaald. Twee keer 2-0 winst. Eentje tegen Denemarken. En de andere tegen Duitsland. Echt netjes gespeeld. Ja, dus, ik ben heel blij. Tevreden. Let's go Holland! Op naar morgen. Bam. Dag 2 van de World Tour 1-ster in Langkawi. Vandaag starten voor ons het hoofdtoernooi. We hebben allebei de poolwedstrijden gewonnen. De eerste met 2-0 van Maleisië en de tweede met 2-1 tegen Nieuw-Zeeland. Daardoor zijn we eerste van de pool geworden. Yay! En zijn we ook rechtstreeks door naar de kwartfinales. Morgen 5 uur kwartfinale tegen of Duitsland of Letland. Dag van de kwartfinale. We hebben vanmorgen even een lekker gymmetje gedaan. Even staan pushen. Heerlijk. Zo bicep je wel. Is de uitgang daar? Of? Daar. Jezus, wat een sterk wijf, Jezus. Ach, ja. We knippen er even uit. Dan gaan we straks een hele korte training. Een soort van warming-up training. Half uurtje even. Half uurtje. En dan een 5 uur knallen. Hoppakee, let's go. Dames en heertjes. Appels en peertjes. We hebben de kwartfinale gespeeld tegen Duitsland. En die hebben we gewonnen met 2-0. Daarna waren we dus door naar de halve finale. En die hebben we gespeeld tegen? Tsjechië.
Ja, en die hebben we ook met 2-0 gewonnen. Dat betekende dat we in de finale stonden. Daar waren we echt super, super blij mee. De finale die hebben we gespeeld tegen Rusland. Rusland was... morning! Rusland was helaas nog iets te sterk voor ons. En we hebben gewoon niet ons beste wedstrijd gespeeld. Maar dat betekent dus wel dat wij een hele mooie... Laten we even zien. Gisteren nog niet helemaal tevreden, maar vandaag de day after... Toch zeker wel heel trots. Ja, we zijn er hartstikke blij mee. Onze allereerste World Tour medaille. Vandaag is het maandag en we zijn lekker een dagje vrij. Dus we gaan wat leuks doen. En we nemen jullie lekker niet mee, want we hebben geen zin in. Helemaal geen zin in. We willen lekker even zonder camera lopen. Even lekker genieten van Langkawi. En morgen, dinsdag, gaan we terug naar Singapore eerst. En daarna vliegen we door naar Manila, ons volgende toernooi. Daar gaan we weer verder met filmpjes maken voor jullie. Dus bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie net zoveel genoten van onze zilveren medaille als dat wij hebben gedaan. En tot bij de volgende vlog. Tot later, dag. Doei.